Waarom ben ik hier ontwaakt? Waarom nu? En hoe ga ik nu weer verder leven? Zonder iedereen die ik ken. Wat moet ik nou? Ga ik mijn broers en zussen vinden? Zou iemand mij kunnen uitleggen waar ik ben? Ik heb al uren gelopen. Ik ben nog niks tegengekomen. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik zou even rondkijken. Maar ik heb trek. Inmiddels is het al dag. Ik heb niet kunnen slapen. Waar moet ik heen? Hier is het nog best wel oké, denk ik. Ah. Dat hielp echt te weinig. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik heb eigenlijk nooit echt voor mezelf hoeven zorgen. Alles werd voor me gedaan. De wereld is wel veranderd. Het zag er vroeger anders uit. Maar ik moet zeggen dat het er wel mooi uitziet. Ik moet echt wat eten vinden. Misschien dat er ergens een boerderij is. Dat ik daar wat granen kan pakken. Een mooi schaap. En een paard. Hé. Hey. Oh, daar is wat. Wacht. Oh. Zou hier iemand wonen? Ik ga er snel even kijken. Ik hoop dat er eten is. Oh, nee. Oh. Kom op. Oké. Hallo? Hallo? Is hier... Oh. Dit ziet er best verlaat uit eigenlijk. Oh. Oké. Hier is dus wel iemand geweest. Oh. Nee, dat pak ik dan maar even. Ik zou toch wat nodig hebben om mee te beginnen. Oh, het wordt nacht. Er waren net ook enge monsters. Wacht, laat me eerst even eten. Oh, dat lucht op. Ik denk dat ik maar naar antwoorden moet gaan zoeken. Hey. Yo, guys, what's up? What's up? Je boy zit gewoon... in de freaking Nederland SMP. Holy moly. Dit was de intro. Ik hoop dat jullie het dik vonden. Er komt een hele toffe storyline aan. Het wordt super vet. Ik ben Barend, ook al Ixion. En zoals jullie weten is Ixion dus het personage... wat ik zal zijn ook in de Netherlands. Het zou hier gaan om half roleplay, half gewoon ik als almost normal. En ja, ik ga dat zo combineren. Ik vind het super vet. Ja, super blij. En het kan dus ook zijn dat ik mensen tegen ga komen. Er zijn ook namelijk zeker dingen die er moeten gebeuren met Ixion. Ik heb toch maar even zelf het benodigde gedaan om wat te kunnen overleven, maar... het gaat nog niet zo goed. Zoals je kan zien... ik ben best wel wat bloed verloren en... het gaat niet zo lekker. Ik heb hard gemined en... ik heb hard gewerkt om ervoor te zorgen dat ik... wel wat spullen heb. Zoals je kan zien, ik heb... best wel wat spullen weten te behalen. En ik heb ook nog... wel wat anders gevonden. Een ander steen wat ik wel herkende van vroeger. Maar ik laat het nog heel even liggen. Ik denk toch dat dit wel een goed moment is om dat te pakken. Want ik moet toch een keertje door. Ik leefde vooral boven de grond. Dus dit is voor mij een compleet nieuwe ervaring.
heb 6 diamanten. Maar ik moet toch wat gaan doen aan het feit dat ik zo ziek ben. En ik moet zeggen dat ik wel last begin te krijgen van mijn longen. Het ademhalen in deze atmosfeer is toch nog lastig. Ik hoest bloed, dat is niet best. Iemand moet me helpen. Ik moet denk ik maar gewoon op onderzoek uit hopen dat ik iemand tegenkom die mij kan helpen. Weet je wat, ik ga me klaarmaken. Klaarmaken voor een reis. Ik heb inmiddels al een heel stuk gelopen. Ik heb al een heel stuk verkend, maar ik ben nog niks tegengekomen. En ik merk dat het toch steeds minder gaat. Het eten raakt op. En ik moet toch snel iemand vinden, want anders dan hoop ik dat ik het overleef. Ik zie daar wat. Wat is dit? Dit lijkt wel een portaal. Is dit? Auw! Auw! Wat zou er gebeuren als ik hierheen ga? Waar ben ik? Wat is dit? Waar ben ik uitgekomen? Zweden? Zweden? Waar ben ik? Wat is dit dan? Ook Zweden? Een plus. Eigendom van Zwitserland. Het is Zwitserland? Ik heb geen idee wat dat is. Zou ik naar Zwitserland gaan? Ik zie wel een plus. Ik zie een plus. Dat moet betekenen dat ze me kunnen helpen. Hallo? Oh. Dit ziet eruit als een hele stad. Dus er leven nog wel mensen. Het is echt super gaaf. Hallo, is hier iemand? Wow, dit is mooi zeg. Ik ga wel even op zoek, denk ik. Trade Center. Een begraafplaats. Misschien geeft de begraafplaats wel antwoorden. Oh, vis. Wow. Er wonen hier dus nog wel mensen, zo te zien. Ik ga maar naar de begraafplaats. Is hier iemand? Ergens? Erwin Stone. Goede Sam. PS, rare plek. Nu weten wat dat moet betekenen. Gonzales 2. Die heeft het niet heel lang overleefd. Zijn graf is open. Betekent dit dat hij... Nee, hij zal wel in die kist liggen. Ik durf er niet echt in te kijken. En hier zit Mirakel. Die heeft het ook al een goede 3 dagen overleefd. Maar wacht eens even. 2021. 2021. Dit betekent echt dat ik 1000 jaar heb vastgezeten. Ik heb 1000 jaar lang gezeten in een silo.